en welkom. Mijn naam is Tim van Alles Over Crypto en vandaag is het weer tijd voor een wekelijkse technische analyse video. In onze Discord heb ik jullie gevraagd om 3 munten te noemen die ik vandaag ga behandelen. En dat zijn geworden, zoals je voor ons al kan zien, XRP, VET en ROSE. Dus laten we de charts inspringen en kijken wat er allemaal gaande is. We beginnen zoals gewoonlijk op de 1-day chart om een goed overview te krijgen van wat er aan de hand is. Zo te zien heeft Ripple een sterke stijging gemaakt. Dat zal waarschijnlijk te maken hebben met hoe de rechtszaak met de SEC verloopt. Persoonlijk hou ik daar een schuin oogje op, maar hou ik het niet heel erg in de gaten. Omdat ik XRP persoonlijk gewoon een iets minder interessant project vind. Maar natuurlijk is de rechtszaak hartstikke belangrijk voor crypto zelf. Dus het is fijn om te zien dat daar vooruitgang in komt. Ik pak mijn favoriete tool erbij voor dit soort analyse. En dat is onder andere de Horizontal Ray. Laten we eens zien. Want we hebben hier als eerste duidelijk een range voor XRP. Dus die kunnen we er meteen inzetten. Maak eens eventjes groen. En laten we dan kijken wat voor supports we nu allemaal hebben. Waar we wat mee kunnen. Dus je zou kunnen zeggen dat hier nog een support is. Je hebt hier wel een duidelijk level. Ook wel bekend als inflectiepunten. Dus je hebt hier een punt. Dan heeft hij het hier bijna aangeraakt. Hij is net niet helemaal clean. Het is meer een zone die er ongeveer zo uit zou zien. Zo. Maar dan groen. Dus die. Je ziet hier duidelijk die zone waar hij steeds moeite mee heeft gehad. Dat zijn denk ik de 2 belangrijkste levels die we hier nu zien. Als we dan een beetje teruggaan in de tijd, dan zien we dat er hier vervolgens, ja, zo, dat we hier de volgende belangrijke support hebben rond die 25, 26 cent. Als we dan eens gaan kijken naar resistances, wat kunnen we verder verwachten? Je ziet hier dat er hier ook al een level was, dat we hier ook al een resistance hadden. En dan hebben we er hier boven nog eentje. Maar ik zou liever kijken of er iets hiermee samenvalt. Met dit stukje wat we hier hebben. Daar lijkt het niet op. Dus dan komt dit het meest in de buurt. Rond die 50 cent. Dat is op zich ook wel logisch. Dat is ook een psychologisch level natuurlijk. Want het is een rond niveau. En dan hebben we hier een duidelijke resistance. Rond die 59 cent. Dus dat zijn de grote lijnen voor XRP. Dan kijken we eerst eventjes. Zo, zoomen we in. En kijken we of we hier een trend kunnen vinden. Nou, we zien duidelijk dat XRP in een opwaartse trend is. Deze maken we even scheel. Zo, zien duidelijk te zien. En als XRP hier nu afgewezen wordt, is de kans dus aanwezig dat we een ascending triangle gaan maken. Daar kunnen we naar kijken. En daar kunnen we ons eventueel op voorbereiden. Als we dan doorgaan naar de 4 uur, dan zien we, overigens belangrijk om nog eventjes aan te kaarten, is we zien dat we hier een piek hebben gehad in volume, lokaal. Dus daar moeten we op letten. Als hij door blijft stijgen terwijl het volume daalt, is de kans groot dat er binnenkort een reversal aan zit te komen. Omdat de trend dan doorgaat, maar het volume afneemt. Dus de conviction, de overtuigingskracht van de bulls neemt af. En dan heb je dus de kans dat de bulls die overblijven, overextended raken en terugklappen. Hou dat in de gaten. Dus dan gaan we door naar de 4 uur. Dan pak ik mijn 3 EMA's erbij. Exponential Moving Averages. En we zien dat we daar wel boven zijn. Ook dit zorgt ervoor dat de kans redelijk aanwezig is dat we nog een stukje terugkomen. Misschien om de trendlijn hier te testen. Je ziet dat die op de 4 uur niet helemaal soepel is. Maar dat die wel steeds netjes die 200 EMA aanhoudt. Dat is helemaal top om te zien. De kans is redelijk aanwezig dat we hier worden afgewezen, omdat we hier ook al veel verkoopkracht zagen. En anders dan willen we, als het is hier, yes, een breker doorheen zien. En dan een duidelijke confirmatie door omhoog. Dan eventueel een retest en dan door. Daar zou je naar kunnen kijken. En je zou dat in kunnen stellen als een long die je hier net boven vastpakt. Dan zou ik hem zelf waarschijnlijk hier op 5% zetten ongeveer. Eerste target 1 op 1, tweede target hier bij de volgende resistance. En dan zou je nog een derde target hier neer kunnen zetten voor het geval hij wel doorschiet. Ziet hier, zit er vrij weinig tussen. Dat is een optie. En anders dan zou ik hem waarschijnlijk rustig afwachten om te zien wat hij hier doet. Hier tussen.
en waar die dan naartoe wilt. Als je omhoog uitbreekt, kan je hetzelfde eigenlijk toepassen. Als je omlaag uitbreekt, zou je kunnen kijken van oké, als je nog een keertje de trendlijn retest en hier wordt afgewezen, zou je door kunnen gaan omlaag en hier naartoe het target kunnen zetten. Dat is hoe ik op het moment naar XRP kijk. We kunnen nog eventjes zien van hoe zien de RSI's eruit. Ziet er niet super spannend uit als ik dat zo snel bekijk. Zo. We hebben hier geen divergences. En we hebben hier gewoon een steady uptrend. Dus dat is ook mooi. Daar zou je eventueel nog naar kunnen kijken. Van, de uptrend begint hier. Zou je zo door kunnen halen. Je zou eventueel kunnen kijken van wanneer breekt de trend in de RSI. Die breekt over het algemeen voor de trend in de prijs. Dus als we hier een break zien, is de kans groot dat de prijs vervolgens volgt. Hou dat dus in de gaten. Dat zijn de belangrijke punten voor XRP om op te letten op het moment. Dan gaan we door naar VET, VET. En dan gaan we weer terug naar de One Day Chart. Ik zie dat ik hier al van alles heb getekend. Dat halen we eerst even weg. Zo. En dan zoomen we dus uit. We zien dat ook VET sinds mei ongeveer in een range is. Dus we hebben als laatste de resistance gedaan. Dus doen we zo. En zo. Dan hoeven we maar één keer de kleur te veranderen. There we go. Hele mooie range verder. Zien dat we hier vol op de support zitten. Een kleine... Hey. Ik kan niet één video of livestream doen zonder dat die eventjes komt buurten. Dus dat is hartstikke gezellig. Zitten hier vol op de support. Laten we eens zien wat we verder hebben. Of hieronder nog duidelijke support zijn waar we op kunnen rekenen. Zien dat dit niveau, dat we dit door kunnen trekken. Oh, dat is niet wat ik wou doen. Nou ja, we doen het zo. Dat we dit door kunnen trekken naar links. En dat het hier dus ook een resistance is geweest. En heel kort support. En dan zouden we zeggen dat hier de volgende grote support is rond die 18 cent. En vervolgens waarschijnlijk hier ongeveer rond 14 cent. Wat betreft resistances zien we er ook een paar duidelijke tussen zitten. Namelijk zo, hier maken we deze weer rood. Dat is op de 2,6 cent ongeveer. En dan hebben we hier nog eentje, zo rond de 2,9 cent of 3 cent ongeveer. Dat is VET op het moment. Deze moet een stukje omhoog weer. Zo, ja. Nu zijn we top. Dat is VET. Als we dan inzoomen, dan zien we ook duidelijk een neerwaartse trend. Zo. Prachtig. En je ziet hier dus ook dat VET een soort descending triangle aan het maken is. Niet helemaal mooi. Je zou kunnen zeggen zelfs dat het meer een wedge is. Dat is over het algemeen goed, want een wedge heeft een hele hoge kans om omhoog uit te breken als hij omlaag gaat. En als hij omhoog gaat, heeft hij een hoge kans om omlaag uit te breken. Wat ik persoonlijk zou doen, hij is niet helemaal super, want hij is hier eigenlijk iets te scherp en dan zie je meer een channel. En daar trade ik zelf niet super veel in. Er zijn hele prima strategieën voor, maar... Ik vind wedges fijner werken over het algemeen. Ik zou dan zelf kijken naar een entry hier ongeveer in dit gedeelte. Rond die support, ietsje erboven waarschijnlijk hier, die 22 cent ongeveer. En dan zou je er een zo, dat is wel ietsje enthousiast. Altijd lachen met logaritmische schalen. Zo zou ik waarschijnlijk hier zetten ongeveer rond die 6% stoploss. Nou, mijn persoonlijke strategie is in dit soort gevallen altijd een 1 op 1 eerst. Dus dan hebben we hier een eerste target ongeveer. Rond die 23,5 cent. Een beetje een rauwe keel vandaag. Hoop dat jullie het niet al te veel merken. Hier een tweede target. Dan heb je al bijna 3 op 1. Hier bij deze resistance. En dan zou je nog kunnen zeggen van mocht die doorbreken. Hier een target. Hier een target. En dan heb je toch een mooie 8 op 1. Als hij helemaal doorgaat, terug omhoog. Je zou er nog een klein deel over kunnen laten voor verder. Maar we zitten nog steeds in de bear market, dus die kans is gewoon niet super groot. Kan natuurlijk wel. Dat is persoonlijke voorkeur.
Dat is hoe ik op het moment naar VET zou kijken. We kunnen nog zoeken naar extra confirmatie bij de RSI's. Dus je ziet hier, de prijs gaat langzaam omlaag en de RSI gaat langzaam omhoog. Heel langzaam, maar het is er wel hier ook. Dus je hebt ook nog eens een divergence die meewerkt, waardoor je inderdaad met enige zekerheid, we hebben nog steeds een wat shaky markt natuurlijk, zou je hier een order kunnen zetten voor een long. Het is er eentje die ik ook op mijn eigen watchlist heb staan, zoals je hier ziet met het roze vlaggetje. Dus dat is VET. Nog eventjes de IMA's erbij pakken. Dus je ziet hier ook dat de... Oh, dit is nog op de daily, dus dat hoeft helemaal niet. Dan zoomen we in naar de 4 uur. Het is al een prima setup wat dat betreft. We kunnen hier op de 4 uur nog eens kijken van, hey, waar lopen we tegenaan? We zien hier wel dat duidelijk rond de 24,5, 25 cent de 200 IMA op de 4 uur hangt. Dus daar moeten we voor oppassen dat daar resistance kan zitten. En ook hier tussen de, eigenlijk tussen de 50 IMA, dus dat is de 23 cent, en de 25 cent een beetje. Daar zit wat extra resistance tussen. Maar ons eerste target zou dan liggen op, wat was het ook weer, 24,5 of zo. Dus dat komt op zich mooi uit. Dat is hoe ik nu naar VET kijk. Je zou natuurlijk kunnen wachten tot hij hier doorheen breekt. En goed confirmeert. Dat heeft hij hier net wel gedaan. Maar is vervolgens weer teruggekomen. Dus je zou kunnen wachten tot hij hier goed doorheen breekt om een short in te zetten. Maar dan moet de rest van de markt eigenlijk ook mee zakken om dat met vertrouwen te doen. Want het is nu eenmaal een scammy markt op het moment. Er zijn een heleboel fake-outs, dus we moeten goed wachten op de juiste confirmaties en de juiste triggers om in te stappen. Dus wees voorzichtig, wees niet al te happig, wees niet al te snel. Kapitaal beschermen is nu super belangrijk. Gaan we naar Rose. Daar heb ik al een tijdje niet zoveel meer over gehoord, dus laten we eens kijken hoe die ervoor staat. Ook hier heb ik nog allerlei oude lijnen in staan, zoals je ziet. Ondertussen zitten we daar bijna 75% onder van deze, in ieder geval van de laatste keer dat ik hier naar aan het kijken was. Zo. Het is toch snel te zien. Right, de daily. Dan pakken we er weer bij de horizontal ray. En we zien ook hier dat er wel iets van een range is, maar die is niet helemaal mooi. Dus daar kunnen we niet echt goed van op uitgaan. We zien wel dat er hier vervolgens nu een resistance is, want er zijn we doorheen gebroken. Dan hebben we hier een support, daar zijn we net niet doorheen gebroken. Hebben we weer terug kunnen claimen, maar dat weten we pas zeker als de dag is afgesloten. En hebben we dan verder nog iets waar we op kunnen rekenen? Ja, zeker. Hier bij de 4 cent ongeveer. Toppie. En als we kijken naar resistances, zien we daar er eentje. Die maken we rood. Zo, houdt het allemaal makkelijk. En hier ongeveer rond de 8 cent. Tof. Dat is hoe Rose er nu uitziet. Dan pakken we de trendlijn erbij. We zien hier een duidelijke neerwaartse trend, duidelijk neerwaarts kanaal. Het er net vanaf hoe je hem tekent. Je zou hier ook een wedge van kunnen maken, maar het is niet echt mooi omdat hij hier al onder is gebroken. Dus je zou dan eerder zeggen, neerwaarts kanaal heeft op zich over het algemeen ook een grote kans om omhoog uit te breken in plaats van omlaag. Maar dan zal hij hier ook moeten bewijzen voordat we er echt iets mee kunnen. Dus je zou ook hier kunnen zeggen, misschien dat hij een beetje gaat bouncen tussen deze trendlijn en zijn support. Maar omdat hij er al een keer doorheen is gekomen. En ook hier, ja, het is geen hele spannende support waarvan ik zou zeggen, poh, daar durf ik echt goed op te bouwen. Ja, Rose ziet er niet zo mooi uit op het moment, vind ik. Zo. Dus de RSI er even bij pakken. Dan zien we dat hier zeg maar deze downtrend begon. Hier low, low en low. We zien dus ook dat de trendlijn daar vanaf omlaag gaat. We zien wel dat we hier een low hebben. En hier een nieuwe lower low.
En als we dan kijken naar de RSI, dan is dat van hier naar daar. Dus hebben we wel een beetje een divergence, maar alleen in de gewone RSI. En niet zozeer in de stock RSI. We hebben hier dan een low ongeveer. Ja. Nee, de stock RSI hebben we geen divergence, maar wel in de gewone relative strength index. En we zien ook dat dat een beetje vat weet te krijgen op de markt. Dus wat ik zou willen zien van Rose is dat hij hier goed doorheen breekt. Dat hij terugkomt naar de trendlijn om hem te testen. Als hij dat vast weet te houden, zou je op de trendlijn in kunnen stappen, eventueel. Maar wat voor stop heb je er dan bij zitten? Eens even zien. Kom je uit op toch richting de 8%. Op het moment zou ik dat niet heel fijn vinden door de markt. En dan heb je hier 8%. Ja, het is ook net boven die vorige high, wat net niet fijn is. En dan zou je hier een totaal van 2,3-1 hebben als je tot deze resistance gaat. Dus ik vind Rose niet echt een interessant aanbod te hebben voor ons op het moment. Op de daily chart in ieder geval. Dus laten we eens kijken hoe de 4 uur chart eruit ziet. Als we dichterbij komen, dan zien we dat Rose is afgewezen bij deze trendlijn en nu probeert om nog een keer vast te houden. Maar we zien hier een beetje een doji ontstaan. Die heeft wel nog anderhalf uur om te sluiten. Dus misschien dat dit er alsnog doorheen breekt. Maar ik vind dit er niet echt boekdelen spreken over hoe overtuigd de markt is van Rose op het moment. Dus dan wacht ik liever om te zien hoe die reageert bij de support als hij daar weer terugkomt. Of ik wacht graag op een goede break van de trendlijn. We zien hier ook dat Rose precies de 50 IMA heeft geraakt. Hier ook afgewezen. Hier zit er doorheen gezakt. Het heeft een tijdje als support vast kunnen houden. En geprobeerd om door die 100 te breken. Niet goed gelukt na de afwijzing van de 200. Dus je ziet hier dat de kracht steeds minder en minder werd. En nu moet Rose eigenlijk laten zien dat het nog steeds waard is om in te stappen voordat we er iets mee doen. We willen eerst wat kracht zien in plaats van deze afnemende kracht en steeds groeiende zwakte. Dus dat is hoe ik nu naar Rose kijk. Ik zou hier nu voorlopig niet aan zitten. En misschien over een paar dagen terugkomen om te kijken van, goh, hoe staat het ervoor met onze Rose? En dat zijn de 3 munten van de avond. Hopelijk hebben jullie hier wat aan gehad. Hopelijk hebben jullie er wat van kunnen leren. Een beetje een plan kunnen formuleren. En zeker VET ziet er wel interessant uit op het moment. Ripple moet eventjes een beetje afkoelen waarschijnlijk. Of hier echt heel veel kracht laten zien dat we mee kunnen gaan op de volgende, op de recovery zeg maar. Dus als hij een retrace maakt. Super bedankt weer voor de aandacht en ik zie jullie de volgende keer weer. Heel veel succes en happy trading. Joejoe!